Vandaag zijn er veel updates vanuit de richting van Kupiansk. Intense gevechten braken plotseling uit ten zuiden van het bos. Russische troepen hebben hun hergroepering voltooid en besloten een hernieuwde golf van aanvallen op Sinkivka te starten. Het dorp Sinkivka is de sleutel tot het openen van de operationele ruimte en het mogelijk maken van de Russische opmars ten noorden van Kupiansk. Daarom is het niet verrassend dat het tempo van de offensieve operatie hier versnelt. Wat verrassend is, is dat de Russen deze golf van aanvallen lanceerden zonder het podium adequaat voor te bereiden op een succesvolle campagne. Russische troepen hebben al pogingen ondernomen om Sinkivka in te nemen door middel van directe, frontale aanvallen. Hoewel deze aanvallen aanvankelijk enig succes boekten, slaagden Oekraïnse tegenaanvallen erin om snel het verloren terrein te heroveren, waardoor de Russische troepen werden teruggedreven naar de beschutting van het bos. Deze ontwikkeling noodzaakte de Russen om hun strategie te herzien, wat leidde tot aanzienlijke tactische aanpassingen. Deze aanpassingen, uitgevoerd binnen de dichte begroeiing van het bos, waren gericht op het uitbreiden van hun controle over bepaalde delen ervan. Het doel was om Oekraïnse flankmanoeuvres te neutraliseren en tegelijkertijd het spectrum van mogelijke aanvalshoeken te vergroten in een poging om een meer dominante positie in het gebied te verkrijgen. Ondanks Russische beweringen van incrementele winsten binnen het bos, werden deze niet breed bevestigd. Bewijs wees erop dat recente Russische offensieven dezelfde strategische gebieden als voorheen doelden, zonder significante veranderingen in hun posities. Oekraïners, diep in het bos, slaagden erin om Russische aanvallen te weerstaan met behulp van natuurlijke barrières, zoals dichtgebladerte en moeilijk terrein, en door het strategisch plaatsen van vallen en mijnen. Deze verdedigingstactieken lieten de Russen geen andere keuze dan over te gaan tot kostbare aanvallen over meidevelden, rechtstreeks richting de goed voorbereide Oekraïnse defensieve posities. Dit onderstreept de complexiteit en uitdagingen van moderne oorlogsvoering, waarbij het landschap en ingenieuze verdedigingsstrategieën een cruciale rol spelen. Volgens Ole Sinehubov, het hoofd van de militaire administratie van Kharkiv, hebben Russische troepen een reeks gemechaniseerde vooruitgangen uitgevoerd met behulp van MT-pont gepanzerde gevechtsvoertuigen die een alternatief vormen voor traditionele tanks in hun operaties. Deze tactiek, die na twee dagen van onophoudelijk vechten werd ingezet, stelde de Russische troepen in staat om controle te krijgen over verschillende Oekraïnse loopgraven voor het dorp, een ontwikkeling die de dynamiek in het conflictgebied aanzienlijk heeft beïnvloed. Recente rapporten suggereren ook een toename van partisanenactiviteiten, gericht op het verstoren van de Oekraïnse logistiek, een strategie die de bevoorradingslijnen en de morele kracht van de Oekraïnse strijdkrachten beoogt te ondermijnen. Als gevolg hiervan hebben verschillende bronnen van beide zijden bevestigd dat de Russische troepen de controle over een strategisch belangrijk loopgraafgebied tussen Sinkivka en het bos hebben herwonnen, wat hun positie in de regio versterkt. Geolokaliseerde nachtzichtbeelden. Vrijgegeven door de Oekraïnse 30ste Gemechaniseerde Brigade, tonen artillerie die zich richt op recentelijk beveiligde Russische posities. Deze loopgraafposities, gelegen in een kleine, geïsoleerde boomgaard ten noordwesten van Sinkivka, bevinden zich op een afstand van ongeveer 600 meter van de rand van het bos. Een detail dat hun strategische plaatsing benadrukt zonder de omgeving te specificeren. Een andere video toont Russische soldaten die, in een poging die als suicidaal kan worden beschouwd, hun posities verlaten om de Oekraïense posities te bestormen die slechts enkele meters verderop liggen. Dit moment, vastgelegd door een Oekraïense verkenningsdroon, biedt de Oekraïnse troepen de gelegenheid om de aanvallers effectief te dwarsbomen zonder specifieke details over de precisie van de drone of de reactie van de troepen te vermelden. Deze beelden illustreren de voortdurende confrontaties en de rol van nachtzichttechnologie en verkenningsdrones in het vastleggen van cruciale momenten op het slagveld. Aanvullende beelden tonen Oekraïns tegenbatterijvuur in actie. Russische troepen starten artillerievoorbereidingen voor aanvallen, waarbij hun positie wordt onthuld. Enkele momenten later laat de video zien hoe een MSTAC Howitzer wordt geraakt door Oekraïns tegenbatterijvuur. De nieuwste beelden geven aan dat Oekraïnse fpv drone operators hun best doen om zelfs tot aan Liman Persië te raken, de belangrijkste Russische basis in het gebied. Ondanks deze inspanningen vertoonden de Russische troepen over het algemeen geen significante verbeteringen als gevolg van hun aanpassingsinspanningen in het bos. Hun vooruitgang bleef beperkt en de situatie bleef zorgwekkend voor de Russische strijdkrachten, wat mogelijk verdere aanpassingen in hun strategie vereiste om de impasse te doorbreken en de dynamiek van het conflict te veranderen. Dit plaatste hen voor een uitdaging, waarbij ze hun tactieken moesten heroverwegen om effectiever te kunnen opereren in de veranderende omstandigheden van het strijdtoneel. Een reden waarom de Russische offensieven in de richting van Kupiansk minder succesvol werden, is dat de Oekraïners de Russen dwongen om sommige van hun troepen te verplaatsen om andere fronten te redden. Sterker nog, gisteren heb ik een nieuwe, Zeer gedetailleerde en uitgebreide strategische update uitgebracht. Daarin analyseerde ik hoe precies de Oekraïners de invallen gebruikten om het strategische doel te bereiken om de Russen te dwingen hun offensief in Kupiansk op te offeren. Als u de exclusieve inhoud die ik aanbied echt waardeert, overweeg dan alstublieft om mij te ondersteunen met uw abonnement.